Het programma dat mensen dichter bij elkaar brengt. En zoals u weet, is de redactie van Spoorloos niks te dol en zoeken wij op verzoek van kijkers naar mensen all over the world. En vanavond een hele speciale aflevering, want de redactie van Spoorloos heeft namelijk de volgende bijzondere en af en toe indringende brief ontvangen. Luister. Aan de redactie van Spoorloos, geachte heer Derek Bolt. Ik heb een serieus verzoek, maar laat ik me eerst even voorstellen. Ik ben Theo van Rijssel. Of beter gezegd, ik was Theo van Rijssel. Want sinds een paar maanden ben ik niemand minder dan prins Theo de Twille. Het kwam niet helemaal als een verrassing, want prins zijn zit een beetje in de familie. Lang geleden is ons pa prins geweest. Toen hij nog niet zo oud was en nog wat beter bier kon drinken. Ja, nog beter. Later heen, Mattie van ome Toon en tante Nicolien. Weer wat later, John van ome Chef en tante Nel. Nou, ik dan. En over een jaar of vijf, zo heeft hij mij tenminste plechtig beloofd, dan onze Thijs. Er is veel veranderd in mijn leven. Want als prins, zo schrijft Theo, want als prins ben ik de baas van heel Dorstvlegeland. Van de Hoeven tot de Beukels. En van de Eikhofweg tot de Waterstraat. Trouwens, ik had natuurlijk niks te maken met die doorgeschoten groenten in de Waterstraat in die hennenstal. Hennepstal. U weet wel, die stal van Hars Kerkers. Sorry, beste kijkers. Hars K, sorry.